Goedemorgen en welkom bij Baking for Fun. Zoals jullie zien, zie ik er vanmorgen nog niet zo uitgeslapen uit. En dat kan wel kloppen, want ik zit zelfs nog in mijn bed. Normaal gesproken ga ik vrolijk voor jullie aan de bak. Maar vandaag heeft Baking for Fun niet te baken, want vandaag wordt er namelijk voor mij gebakken. Ik krijg namelijk zo een heerlijk ontbijt van ontbijtservice Beschuitje. Ik kijk er nu al naar uit. En tot ze er zijn, draai ik me nog lekker even een keertje om. Tot straks! Ik heb mijn ontbijt inmiddels geleverd gekregen. En zo heb ik het gekregen. En het eerste wat opvalt is deze heerlijke fles champagne. Wat me trouwens doet denken aan een eerder moment wat ik heb vastgelegd. Hierboven in beeld zie je een i'tje staan. En daarin verwijs ik naar de vlog waarin mijn moeder Sandra een heel leuk trucje kan met een fles champagne. En deze ga ik proberen op een beschaafde manier open te maken zo. Verder heb ik een heel mooi zakje. En het ruikt echt heel lekker naar vers gebakken broodjes. En het ruikt ook een beetje zoet. Oh, het zijn heerlijke broodjes. Het zijn verse bolletjes. Ik zie hier een bruin bolletje. Nog een soort een wit bolletje met sesamzaadjes. En twee harde broodjes. Een keizerbroodje. En een meergranenbroodje. Dus ik doe ze er even terug in het zakje. En daar gaat hij. Wat een super grote doos. En het staat er ook op. Beschuitje.nl. Super leuk. Hij is ook echt zwaar. En ik ben super benieuwd wat erin zit. Wauw. Echt helemaal vol met allerlei lekkere dingen. Ik ga even de camera eraf pakken om het jullie beter te laten zien. Dit is wat er allemaal in die heerlijke doos zit. 2 flesjes vers geperste Sudrans. Zo ziet het in elk geval wel uit. En dan hier een stapel met oude kaas. 2 plakjes. Ham, 2 plakjes. Salami, 3 plakjes. Jonge kaas. En daaronder zie je zelfs bestek. Dus zelfs aan bestek hoef je niet zelf te denken. Supergoed. Thee, citroenthee, Engelse thee. En hier heb je nog espresso sticks. Dus ook koffie hoef je niet zelf te maken. Alleen het water hoef je zelf te koken vandaag. Dan hebben we hier 2 eitjes. Voor de vitamintjes een appel en een banaan. Dan hebben we hier 2 champagneglazen. Dus heb je geen champagneglazen in huis, ze zitten er gewoon bij. En die mag je ook houden. Met heerlijke bonbonnetjes. Voor de variatie 2 Activia yoghurtjes met aardbeiensmaak. 2 babybels. Leverworst. Kruidensmeer, boter, kaas. Brie zit er zelfs bij. Dan hebben we hier nog beschuit, cracker, ontbijtkoek, 2 heerlijke verse croissantjes. En ze ruiken echt heerlijk vers. En dan hebben we hier nog allerlei zoet beleg. Hagelslag, pindakaas, jam en hier boter en smeerkaas. Ziet er super lekker uit. Ik ga vlug de tafel dekken. Of nou ja, voor zover dat nog moet. En dan ga ik lekker eten. Ik had natuurlijk nog de fles champagne en die ga ik nu proberen beschaafd open te maken. En beschaafd champagne openmaken is niet zo mijn ding, maar ik ga mijn best doen. Het ziet er ook heel ingewikkeld uit. Kijk, hij zit helemaal met een touwtje vast en met een kurk erbovenop. Dus nou ja, het zou moeten lukken.
Nou, ik ben al een tijdje bezig om proberen de kurk eruit te halen. Maar daar staat ook gewoon op. Cork better suited for designed opener. Dus hij moet gewoon met een opener geopend worden. Ik ga even op zoek naar een opener. Nou, ging heel beschaafd. Daar gaan we. Post. Afslag om hier een leuke bakjes en daar kan je de zandbladdans mee doen. Nee? Oh, je bent er met eten. Ontbijt zit er inmiddels op, zoals jullie hebben gezien. Ik heb echt heel erg overdadig gegeten en ik zit super, super vol. Het is maar goed dat ik dit niet elk weekend doe, want dan zou ik echt tonnetje, tonnetje rond zijn. Ik ben heel erg positief over dit ontbijt. Ik vond het echt heel erg lekker. Alles was ook heel netjes en hygiënisch apart verpakt. Dat stel ik altijd heel erg op prijs. Ik vond het leuk dat er aparte champagneglaasjes bij zaten. Dan heb je niet zo het idee van dat plasticen, dat vind ik nooit fijn. Ja, het is echt super leuk. Zoals ik al zei, ik zou dit niet elk weekend doen. Maar bijvoorbeeld met een speciale gelegenheid, zoals een verjaardag of een trouwdag of iets in die trend, zou ik het wel zeker in overweging nemen. Wat ik iets minder vond, maar misschien voor in de toekomst, is dat ik het jammer vond dat de kaasjes en de yoghurt een beetje aan de warme kant waren. Misschien is een koelsysteem in de wagens van ontbijtservice beschuitje geen overbodige luxe, zodat alles mooi koel blijft. Vind jij mijn video's leuk en wil je wekelijks op de hoogte gehouden worden van mijn nieuwste video's en bakcreaties? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. En vond je mijn video leuk waarin ik ontbijtservice beschuitje een review geef? Doe dan even een thumbs up, like mijn video. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie bij een nieuwe bakvideo. Fijn weekend. Ik ga uitbuiken op de bank, want ik ben vol. Doeg! En wil jij, net als ik, ook genieten van zo'n heerlijk uitgebreid ontbijt van ontbijtservice Beschuitje? En ze hebben super veel keuzes. Je kan allerlei soorten verschillende ontbijtjes aanklikken en bestellen. Kijk dan op hun website www.beschuitje.nl of check hun Facebookpagina van ontbijtservice Beschuitje.